Hoeveel van die onderscheidingen worden er vandaag eigenlijk uitgereikt? Nou, zo'n 3000 uh, uh, mensen krijgen vandaag een koninklijke onderscheiding. En ja, het is altijd een prachtig ontroerend moment. Uh, ik, ik vond dat vandaag toch ook weer uh, bij de mensen die ik zag. Ja, nou, nou schommelt dat aantal altijd rond de 3000. Soms zijn het er ja. minder, soms zijn het er iets meer. Er zijn er nu 2850, als u het exact wilt weten. 2850. Dat is, ja. iets, min dat is iets minder dan vorig jaar, geloof ik, of niet? Nou, het is niet zoveel minder, minder. Het schommelt altijd een beetje rond dat aantal. Ja. Juist. Krijgen uh, vertrekkende CDA-kamerleden trouwens ook nog een lintje als ze tien jaar in de Kamer hebben gezeten en tussentijds vertrekken? Nou ja, alle Kamerleden, zoals u uh, uh, weet, uh, krijgen. Uh, daar, is, daar is een regeling voor. Die krijgen een uh, lintje als ze lang genoeg hebben gezeten, als ze vertrekken. En daar, daar wordt geen onderscheid naar partijen gemaakt. Dat zult u toch wel begrijpen? Nee, dat begrijp ik wel. Maar uh, tussentijds vertrekken is geen reden om een lintje te weigeren. Nee, dat is geen enkele, daar is geen reden voor. Dit is een standaard, een van de weinige standaardregels uh, die er uh, nog is. Ja. En uh, ja, dus dat wordt ook gewoon uh, 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 gehanteerd voor ja. iedereen die vertrekt. Dus zelfs voor u als u het zou zijn en in de Kamer had gezeten. Ja, maar dat is niet het geval. Nee.